Het Haga ziekenhuis heeft een boete van 460.000 euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens, omdat de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde is. Dat er door personeel ongeoorloofd in dossiers werd gekeken, kwam aan het licht toen vorig jaar medische gegevens van Samantha de Jong, oftewel Barbie, in de publiciteit kwamen. De gemeente doet een oproep aan Hagenaars om te kiezen voor een baan als leraar of lerares. Het lerarentekort, met name in het basisonderwijs, is een groot probleem. Zo vlak voor de vakantie wil de gemeente extra aandacht aan de stad vragen. Dat doet de gemeente onder andere via social media en digitale muurkranten.